voor een groot deel is wel vaalangstgericht, dus veel stress, druk ervaren eigenlijk in hun studie, um, maar ook wel veel onzekerheid, hè, zelfvertrouwen, zelfbeeld. En hoe hou je nou de balans tussen uh, je privé, uh, je studie, maar ook je werk? Uh, en dat is best wel ingewikkeld. Dat er meer, meer speelt in het leven van een student dan alleen die studie, en dat, dat je dat ook meeneemt als studentbegeleider. Leuk dat je luistert naar de podcast Succesvol Studeren van de Han University of Applied Sciences. Van het ervaren van geluk in jouw studie tot aan coaching voor betere carrière mogelijkheden. In deze podcast leer je hoe je jouw deeltijdsstudie tot een succes maakt. En in deze aflevering praten wij over studentbegeleiding. Hoe jij als deeltijdsstudent. Alle begeleiding krijgt die je nodig hebt om je studie succesvol af te ronden. Die details gaan we delen in deze podcast. Mijn naam is Tom Jessen. En dat ga ik uiteraard niet alleen doen, maar dat ga ik doen met gasten die ik heb uitgenodigd hier in de studio: uh, Mirjam Nieuwland, student-psycholoog. Goed dat je er bent. Ja, dank je. En uh, Martine Amsing, jij bent onderwijskundig adviseur. Ja. Eerst eventjes die term: studieloopbaanbegeleiding en studentbegeleiding. Ik ken uh, studieloopbaanbegeleiding nog als de term vanuit mijn eigen studententijd, hè, die mm -hmm. hiervoor stond, maar ik heb begrepen dat studentbegeleiding dat dat er eigenlijk meer en beter bij past. Hoe zit dat? Mm -hmm. Ja, met studentbegeleiding daar vallen eigenlijk drie onderdelen onder zou je kunnen zeggen, waaronder begeleiding bij je loopbaanontwikkelingen, dus welke keuzes je wil maken in je loopbaan en, en dus ook in je studie al. Maar ook bijvoorbeeld je begeleiding bij je studievoortgang en ook bij je studiegedrag als je dat nodig hebt. En ook begeleiding bij je professionele ontwikkeling. Dus het is een wat bredere term. En bovendien is het uh, een fijne term om op de hand te gebruiken. Omdat er verschillende, ja de ene opleiding spreekt over een studentencoach. De andere opleiding spreekt over een SLB'er en met studentbegeleider hopen we een beetje een... Uh... Ja, voor iedereen herkenbare term te hebben eigenlijk. Oké, okay, dus de paraplu die eigenlijk alles wel een beetje omvat. Ja, ja. anders is het eigenlijk te beperkt. Welke ja. koers varen jullie nou wat betreft studentbegeleiding bij de HAN? Um, ja, de HAN die heeft een uh, koersbeeld. Daar zit het woord koers al in. Hè? Dus dat, dat geeft aan wat de doelen zijn voor de komende jaren. Um, het fundament daarbij, daarin is een uitspraak die klinkt, ik zeg hem maar altijd, altijd verkeerd. Student gehoord, gekend, gezien, maar dan die woorden in een andere volgorde. Uh, maar daarin kan studentbegeleiding eigenlijk een hele belangrijke rol spelen, dus vinden het heel belangrijk. Er zijn ook uh, twee jaar geleden ongeveer zijn er ook uh, uitgangspunten opgesteld voor studentbegeleiding en die geven aan wat je als student mag verwachten op de hele hand, dus ongeacht welke opleiding aan studentbegeleiding. Dus ze vinden de kwaliteit belangrijk. Hè? Het mag wel verschillen per opleiding, maar er moet wel een soort basiskwaliteit zijn. En wat je de laatste jaren heel erg hebt, uh, is dat studentenwelzijn heel erg onder de aandacht staat. Hè? Dat was al op heel veel plekken op de Han, maar nu is het eigenlijk op de hele Han. is heel veel aandacht voor studentenwelzijn. Um, en we hebben ook een um, het studentenwelzijnswiel ontwikkeld. En daar staan zeven thema's in die uh, de Han echt belangrijk vindt om Noem uh, werk eens, van te Leg maken. eens uit wat je daaronder verstaat, mm -hmm. want ik denk dat iedereen het wel snapt. Maar misschien kun je een concreet voorbeeld geven. Van die thema's. Ja, nou, bedoel? vooral van voor dat welzijn. Want wat, wat, ja. wat betekent dat nou? Want het is zo'n breed begrip. Ja. Dat klopt. Um, ja, de, de, we hebben dat opgesteld vanuit literatuur, maar ook samen met heel veel studenten en docenten. En toen hebben we een beetje zitten puzzelen met de definitieën. En uh, het gaat er natuurlijk om dat je je goed voelt. Maar niemand voelt zich altijd goed. Hè? Ook niet als je, ik ben 44, maar als je 18 bent, is het ook niet altijd dat je vol zelfvertrouwen in het leven staat. Um, dus het gaat er ook om dat je met tegenslag ook uh, om kan gaan. Dus het gaat erom dat je tevreden bent met jezelf en dat je met tegenslagen om kan gaan. En dus met plezier en succes kan studeren eigenlijk. En je moet denken aan dingen als binding, uh, ondersteuning op maat, uh, gezonde leefstijl, inclusie is ook een thema wat erbij hoort. Dat soort thema's uh, horen erbij om daarvoor te zorgen. Ja. Hoe ervaar jij die studentbegeleiding eigenlijk? Met name dus uh, dat dat brede aspect, hè? Die, die brede waaier en verschillende dingetjes die daaronder vallen, waaronder het welzijn. Mm -hmm. Hoe bedoel je precies? Nou ja, ik neem aan dat je als student daar wel eens mee te maken hebt, toch? Ja, bij ons komen natuurlijk studenten met hele diverse vragen eigenlijk op dat vlak binnen. Dus uh, ja, dan ga je soms ook wel eens aan de slag met van hoe zorg je dat je gezond blijft. Hè? Dus hoe ja. ga je veel meer je eigen leven uh, ja, gezond houden? Dus ga je richten op de dingen die je energie geven en uh, nou, die zorgen dat je je studie voor, uh, ja, vol kan houden eigenlijk. Ja. Uh, ja, er komt van alles voorbij. Kun je zo'n voorbeeld noemen van wat, waar, waar je bijvoorbeeld mee te maken hebt? Um... Nou, er is wel, uh, het risico is als jij studeert, uh, als je het nou over deeltijd hebt of uh, voltijd, is dat je heel erg met die studie bezig kan zijn, maar vergeet dat je eigenlijk ook nog een leven hebt daarnaast. En dus er kan ook uh, daar heel veel aandacht naartoe gaan uh, binnen de gesprekken. Van hoe kan je zorgen dat je meer ontspant, dat je ja, gezond blijft, dus dat je meer gaat sporten, um, maar ook echt wel leuke dingen gaat doen die je energie geven. En dat is niet altijd uh, maar afspreken met mensen en uh, druk zijn, zeg maar. Maar juist ook wel eens even ja, lekker gaan wandelen, de natuur in, zeg maar. Mm -hmm. Martine, hoe zorg je er nou voor dat je de studenten ook kunt geven wat ze nodig hebben? En hoe weet je dat ook? Mm -hmm. Ja, ik, ik werk zelf wel samen met studenten, maar ik begeleid ze niet. Hè. Maar ik werk meer samen met de opleidingen, zeg maar. En ja, we hebben op dan hele betrokken uh, studentbegeleiders. Hè. En ook vaak zit er bij een opleiding nog een studieadviseur, iemand die wat meer expertise nog heeft op het gebied. En daarnaast hebben we handbreed uh, ook nog een aanbod met studentpsychologen, waaronder mm -hmm. meer Jan, maar ook uh, decanen en ook trainingen op het gebied van studievaardigheden bijvoorbeeld. En ja, met dat hele pakket hopen we natuurlijk dat, we de, ja, dat iedereen op zijn onder, ondersteuningsbehoeften eigenlijk... Uh, wat kan vinden. Ja. Ja. Hoe zie jij dat, eh, Miriam, vanuit jouw rol? Want hoe kun je nou. Dat, dat is zo divers, denk ik, wat studenten nodig hebben. Hm. Hè? Dat is, is ook echt maatwerk. Hoe zorg je hm. er nou voor dat in zo'n programma, dat je daar ook probeert ja, onder te brengen wat studenten vaak uh, nodig hebben, waar ze vaak tegenaan lopen? Het begint al bij uh, de studentbegeleiders. Hè. Die maken natuurlijk een eerste inschatting. En uh, je hoopt dat die voldoende op de hoogte zijn van het aanbod wat er is en uh, ja als wij dan de studenten binnenkrijgen gaan wij uh, een eerste gesprek hebben om te kijken van waar gaan we op minst insteken He, dus wat is voor jou een uh, passend aanbod eigenlijk om uh, weer een stap vooruit te maken om je weer beter te voelen ja. als je kijkt naar die psychologische ondersteuning hè, wat zijn mm -hmm. daar de behoeftes van studenten kun je daar een paar voorbeelden van noemen um, ja heel divers Ik denk voor een groot deel is wel vaalangstgericht dus veel stress druk ervaren eigenlijk in hun studie Um, maar ook wel veel onzekerheid, hè? zelfvertrouwen, zelfbeeld. Dat zijn ook wel vragen die we binnenkrijgen. Um... Maar wat zijn dan de concrete vragen? Van help me daarmee zodat ik daarvan afkom? Yeah. Of hoe geef ik dan een plekje? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En helemaal ervan af. Sommige dingen zitten ook gewoon in de, in de persoon zelf. Dus uh, daar kom je niet helemaal van af. Maar is het vooral van hoe ga ik ermee om? Hoe verlaag ik eigenlijk de stress? En wat, wat, hoe helpen jullie dan als zo'n vraag bij jullie neergelegd wordt? Um, ja, op verschillende manieren. We hebben daar uh, trainingen voor. Dus dat is wel waar ons grootste uh, waar we de meeste studenten wel naar doorverwijzen, ook. Uh, omdat het gewoon heel fijn is, ook om in een groep uh, met dit soort klachten aan de slag te gaan. <coughs> je leert heel veel van elkaar. En um, ja, dus dat is gewoon een heel waardevol element, eigenlijk. En daar ga je aan de slag met uh, die faalangstklachten. Um, maar dat is vooral de actieve en de passieve, uh, zie je ze vaak ook wel terug in de uitstelgroep. Dus dat zijn mensen die vaak uh, vermijden. En uh, ja, dat, daar zit vaak ook faalangst onder. Um, maar die komen dus ook wel eens uh, uh, ja, aan bod in die uitstelgroep. Dus die ja. verwijzen we daar ook vaak wel naartoe. Mirjam, is er nou een specifieke vraag ook nog vanuit de deeltijdstudenten? Um... Nou, specifiek ja, er komt uh, ook daarin zie je verschillende dingen, maar wat we wel veel zien is dat daar uh, vaak uh, ja, overbelasting speelt. Dus van hoe hou je nou de balans tussen uh, je privé, uh, je studie, maar ook je werk. Uh, en dat is best wel ingewikkeld. Er zijn gewoon veel factoren die uh, ballen eigenlijk die je omhoog moet houden. En uh, ja, dat zorgt wel eens voor dat het echt allemaal door elkaar loopt en je het overzicht zich kwijtraakt en je gewoon helemaal ondergesneeuwd raakt. Dus ja. dat is wel een vraag die je vaak ziet bij deeltijders. Ja. Ja. En hoe kun, je, hoe kun je die mensen helpen? Wat is het advies eigenlijk daar? Um, ja, wij gaan vooral eigenlijk kijken van hoe ga je die balans herstellen. Dus hoe ga je zorgen dat je ja, voldoende tijd hebt voor jezelf hè, om uh, grond te blijven, waar ik net ook eigenlijk al een beetje op bedoelde. Um, ja, dus ook met je werkgever, dat je, uh, dat je goede afspraken maakt. Hè, dat je zorgt dat er een goede structuur in je week zit. Uh, dus dat je heel duidelijk weet, oké, okay, dat zijn mijn werkdagen, dat is mijn studietijd. En uh, zijn er mogelijkheden op mijn werk om met die studie aan de slag te gaan? Um, ja, en ook privé betekent natuurlijk dat, het, dat sommige dingen op een lage pitje moeten. Mm -hmm. Is er nou een drempel uh, nog om op jullie af te stappen, bij studenten? Goeie vraag. Ik hoop het niet. Maar die zal er misschien wel zijn, maar die is wel door de tijd heen lager geworden, omdat um, we steeds bekender zijn. En nou ja, dit soort dingen helpen, helpen natuurlijk ook. Want uh, ze zien van oh ja, het zijn geen uh, enge wezens die daar rondlopen. Um, nou, en en uh, ze hoeven niet meer via hun SLB'er uh, bij ons aan te kloppen. Dus ze kunnen gewoon rechtstreeks, uh, ze kunnen via mail, ze kunnen bellen, maar ze kunnen ook binnenlopen als ze dat uh, pijn vinden. Dus ik hoop eigenlijk dat daarmee wel de, de drempel een stuk lager is geworden. Ja, nou ja, als je zit te luisteren en je hebt hier een idee over, laat het vooral weten. Want dan kunnen we dit verbeteren, hè. mocht dat niet zo zijn. Wat is jouw ervaring, Martine, als het gaat om inderdaad ja, hierop afstappen? Is, is er nog een drempel? Want het, het heeft misschien ook wat te maken met een stukje... Ja, dat je misschien... Ik weet niet of het schaamt het juiste woord is. Maar dat je denkt, ja, moet ik daar nou naartoe? Of kan ik het misschien wel zelf oplossen? Mm -hmm. Ja, ik... Uh... Ik heb daar geen ervaring mee, maar ik kan me er wel van alles bij voorstellen dat je inderdaad dat schaamte heel vaak speelt. Hè? Vooral bij mensen die uh, ja die, die uitstelgedrag gaan vertonen. En je denkt, ja, ik moet dit toch kunnen. En hoe langer dat oploopt, hoe groter de schaamte ja. eigenlijk wordt. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat het dan juist uh, vrij. Het bijna het makkelijkst is om dan toch met Precies. een psycholoog in gesprek te gaan. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat je heel veel mensen tegenkomt daar, medestudenten die hetzelfde ervaren, dat dat weer een enorm gevoel uh, kan geven van kracht en je ook kan helpen om verder te, ja, te ja. komen. Jazeker. Ja, het gevoel dat je niet alleen bent en van oh, het is eigenlijk niet zo gek dat ik dit heb. Hij of zij ja. heeft dit ook. Dus je kan elkaar daarin ook heel erg helpen. Ja. ja. Nog een andere vraag die ik even met je wil bespreken, Marianne... is van hoe kom je nou goed, besla goed beslagen ten eis bij je opleiding? Hoe ben je weerbaar voor alles wat daarbij hoort? Laten we eerst even beginnen met wat verstaan we onder goed beslagen ten ijs komen bij je opleiding? Wat betekent dat? Ja, dat is een goede vraag. Nou, beantwoord hem eens, vanuit jouw vanuit ja. jouw perspectief. Uh, hoe kom je goed beslagen ten ijs? Nou, ten eerste denk ik, uh, met name, ja, het, ik val een beetje terug in wat ik net zei, is um, dat je goede afspraken maakt met je werkgever. En uh, korte lijnen ook hebt naar de opleiding. Dus die goed dichtbij hebben, maar ook een goede structuur in je dag maken. Ik denk structuur is echt iets wat voor deeltijd een gouden woord is bijna. Um, dus ja, dat is belangrijk. Dus dat je goede indeling maakt in je week. Dat je afspraken maakt, ook met de thuisfront... Hè, over uh, wanneer studeer ik, waar studeer ik. Dus een goede plek hebben. Um, maar daarnaast ook echt tijd om uh, ja, aan jezelf... Uh, ja, tijd te geven aan jezelf, zeg maar. Hè. Dus dat je ja, die energie weer terugkrijgt uh, door ontspanning en een belangrijke tip is misschien ook wel om uh, niet te veel live events uh, te gaan plannen zeg maar voor zover je dingen kan plannen uh, in de periode dat je uh, die combinatie gaat doen dus werken, studeren en, uh, en wat bedoel je dan met live events? Nou ja, um, sommige verbouwingen, dingen verbouwingen, ja en dat, en soort en dingen. Dat, dat, dat soort dingen verhuizingen, dat soort ja. Dat zijn. En sommige dingen zoals kinderen krijgen, ja, goed, zo, dat valt niet altijd te plannen. Maar ja, dus de, ja, daar valt dan wel de mouw aan te passen natuurlijk. Maar goed, wanneer je dingen wel kan plannen, zoals een verbouwing of een verhuizing, ja, dan is dat gewoon uh, ja, misschien wel iets om goed over na te denken hoe je dat dan gaat doen. Martine, wat, wat mag je nou eigenlijk als student verwachten van studentbegeleiding? Mm -hmm. um, ja, we hebben dus als han uh, uitgangspunten daarover opgesteld. Hè? De, de, daar, uh, daarin staat dus wat je als student mag verwachten. Um, Vervolgens is, is het wel in elke opleiding om daar zelf een invulling aan te geven. Hè? Die past bij hun eigen, ja, waar ze toe opleiden en hun studentenpopulatie. Maar er staan wel dingen in, als bijvoorbeeld dat je maatwerk levert. Hè? Dus dat je goed luistert naar wat die student nodig heeft in je studentbegeleiding. En probeert daarin samen mee te denken. Um, ook dat je voldoende tijd en uh, aandacht kunt besteden aan, uh, aan studenten als studentbegeleider. Ook dat je aandacht hebt voor. Dat er meer speelt in het leven, hè? wat bij deeltijdsstudenten natuurlijk misschien nog wel extra is. Dat er meer, meer speelt in het leven van een student dan alleen die studie. En dat, dat je dat ook meeneemt als studentbegeleider in je gedachten en daar aandacht voor hebt. Um, dat je een eerste aanspreekpunt hebt is bijvoorbeeld belangrijk. Hè? Dus zorg er ook voor als deeltijdsstudent dat je die hebt. Hè? Dus als dat niet zo is, is het heel belangrijk dat je een eerste aanspreekpunt hebt. Want mocht er toch iets zijn dan... Uh... En hou gewoon zelf ook actief dat lijntje. Dus dat soort dingen staan er eigenlijk in, zodat we toch die kwaliteit borgen over de hele hand, ongeacht waar je bent. En vervolgens is elke opleiding weer anders en geeft daar wel weer daarbinnen zijn eigen uh, vorm aan. Ja, en dat aanspreekpunt waar je het over hebt, dat is iemand binnen uh, ja, de Ja, dat handen. is dan dus die studentbegeleider. Ja. Ja. En is het nou ook zo dat corona nog een impact heeft gehad of invloed heeft gehad op dit verhaal? Um, ja, ik, uh, ik denk dat corona de aandacht voor studentenwelzijn. die er al wel was. Hè, ook die Door die prestatiedruk. Hè, dat studenten vaker ook bijvoorbeeld een burn-out hebben. was er al meer aandacht voor uh, studentenwelzijn. Ja, door corona is dat enorm uh, verhoogd. Um, dus er is meer aandacht voor? Ja, er is veel meer aandacht voor, voor dat stuk. En studentenwelzijn is veel meer dan studentbegeleiding. Hè, want dat zit in uh, dat iemand naar je glimlacht. en dat je je prettig voelt in een ruimte. dat zit in de muren van het gebouw, zeg maar. Maar je kunt daar in je begeleiding heel veel aan doen. Um, en wat je ook wel ziet is dat, um, ja, ik denk dat sommige studentbegeleiders best wel vragen hebben gekregen waar ze echt wel van geschrokken zijn. En ze hebben ook het idee dat de problematiek wat complexer is geworden. Dat is wat ik zo opvang. En dat is wel, um, ja, sinds corona eigenlijk dat dat uh, speelt. Wat bedoel je dan met complexer geworden? Um, ja, ze krijgen meer vragen. Misschien dat meer, meer Jan dat ook een beetje kan toelichten. Uh, waar het toch meer aan de hand is, waarbij mensen toch echt meer in de put zitten, zeg maar, mm. en uh, ja, dat ze dus ook niet zo goed weten wat dan, hè, dat dat eigenlijk hun eigen handelingsrepertoire een beetje te boven gaat, te buiten gaat, en dat ze denken, ja, moet ik nou doorverwijzen of moet ik dit oppakken? Wat? Uh, ja. Ja. wat zie jij daar gebeuren, Mirjam? Um, nou, wat, wat wij wel gezien hebben is inderdaad wel dat er een complex vraag is, maar dat was er eigenlijk ook al wel voor ja. corona dat het meer gebeurde. Um, maar ja, je, je merkt gewoon dat wij studenten zagen die wij misschien wel daarvoor of zonder corona niet zouden hebben gezien. Dus het is wel heel erg het inperken van je leefwereld en um, ja, het vereenzamen hè, uh, wat heel veel stemmingskrachten heeft gegeven. Maar nu ook weer bij de opstart merk je wel dat er weer angstklachten opspelen. Mm -hmm. Want dan moeten ze opeens weer krijgen ze allemaal weer prikkels. Ze moeten naar een gebouw, ze moeten weer wat met andere studenten. Ja, dan uh, is dat ook wel heel spannend. Hoe doe ik dat ook alweer? Mm -hmm. En uh, ja... Martine, is het ook zo dat je um, ja, dat klinkt een beetje flauw, maar dat er resultaten zijn van wat die studentbegeleiding nou oplevert. Want dat is misschien als organisatie ook wel fijn om te zien van kijk, we mm -hmm. bieden dit en dat levert ons binnen ons studenten, studenten op die gelukkiger zijn, mm -hmm. die beter presteren, zijn mm -hmm. daar gegevens van? Um, uh, niet zo precies als je het zou willen hebben, denk ik, als ik jou zo hoor. Uh, we, we nemen natuurlijk wel uh, vragenlijsten af voor het naar de studenttevredenheid, als Han. Dus daar kun je wel dingen uithalen. Het mooiste vind ik eigenlijk, als je bijvoorbeeld met die uitgangspunten van studentbegeleiding, met studenten en docenten in gesprek gaat, van nou, hoe vind je dat wij op die punten staan? Waar mis je nog wat? Of waar zijn we juist heel trots op, hè? En als je dat samen doet, met en studenten en docenten, ja, dan kom je altijd tot verrassende inzichten. Ja, ja. En dat is eigenlijk belangrijker, dat je samen met elkaar kijkt van, hé, hey, hoe gaat het? Waar kiezen Precies. we voor? En dat je daarover na blijft denken. Vind ik belangrijker dan dat je meet van... Ja, goed precies. of fout, zeg maar. Hè? Ja. Misschien ja. is die opmerking van mij ook wel een beetje ingegeven uit de meetmaatschappij waar we in zitten. Ja. Maar het ja, heeft ook zegt... wel zijn waarde. Als je er vervolgens weer over in ja. gesprek gaat, heeft het natuurlijk wel zijn waarde. Mm -hmm. ja. Maar dat is wel lastig. Om, om... Het is natuurlijk heel moeilijk meetbaar om dan echt die precies. afzonderlijke puntjes eruit te vissen. Er ja, altijd meerdere factoren spelen. Ik maar ik voor... denk dat het gesprek het. Uh... Meest simpel. Ja, met ja. elkaar in gesprek gaan. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook zo ziet. Ja, vooral zeker. daardoor weer dingen uithalen om hoe kunnen we het verbeteren of hoe kunnen we dingen anders doen. Ja, ja. 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 Heb je ja. nog tips voor uh, studenten die misschien moeten beginnen met hun deeltijdstudie? Um, nou, tips is eigenlijk vooral zorgen als je begint dat je het goed in de stijger zet. Hè. Dus dat je goed zorgt dat je nou, die afstemming hebt met je werkgever, die structuur in je week hebt. Hè. Dat je dat... Uh, uh, nou, contactpersoon, hè? wat Martine net ook al zei, op de hand, dat, dat, dat die goed dicht bij je staat. Uh, dus dat, dat, je vooral goed nadenkt over hoe ga ik het praktisch inrichten. Ja. Heb je nog iets aan te vullen, Martine? Nou, ik kan me voorstellen dat je wel vast bedenkt wat je nodig zou denken te hebben tijdens je studie. Hè? Dat je dat dus ook al aankaart met die contactpersoon bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, en misschien heb je wel bijzondere omstandigheden waardoor je nog iets anders nodig hebt... waarbij je bijvoorbeeld bij een decaan al te raden kan gaan. Dus dat je even daarover nadenkt, daarbij stilstaat. Oké. Okay. Ja. Ik dank jullie zeer voor dit gesprek. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. En dank voor het luisteren naar deze podcast van uh, Succesvol Studeren. Wil je nou meer weten over studeren in deeltijd? Ga dan naar hand.nl/slash deeltijd. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.